Een hele goede kleurrijke ochtend allemaal. We zijn vandaag weer eens op de Loons en Drunense Duinen. Ik wou eigenlijk helemaal niet hier naartoe, ik wou eigenlijk verder. Maar het was zo laat wakker, ik kon niet zo goed uit mijn bed komen. Maar ik dacht, misschien wordt het toch nog wel mooi. Weet je, ik heb niet zo heel veel dagen om te gaan, dus laat ik vandaag maar gaan. En wauw, wat een lucht. Het is alleen heel donker in de voorgrond. Dus kijken hoe we dat voor nu gaan combineren. Ja, die lucht begint dus echt heel mooi te kleuren. Ik ben eigenlijk een beetje laat. Zoals ik al zei, ik kon echt niet wakker worden vanochtend. Ik heb mezelf echt mijn bed uit moeten sleuren eigenlijk. Maar nu ben ik eigenlijk op zo'n moment dat de lucht net mooi begint te worden. En ik moet nog op zoek naar een compositie. En het liefst wil je natuurlijk gewoon op locatie zijn en een compositie hebben als de lucht begint te kleuren. Maar soms is uit je bed komen best wel lastig. En ik heb eigenlijk een beetje één boom die altijd mijn onderwerp is op deze locatie. En die fotografeer ik bijna altijd vanuit dezelfde hoek. Maar dat ga ik nou vandaag dan in ieder geval eens proberen of dat ik hem op een andere manier kan fotograferen. Dat ik hem vanuit een andere hoek fotografeer. Dus uit die hoek waar ik hem normaal fotografeer, komt hij zo mooi los van de achtergrond. Maar het is zo leuk om hem ook eens even wat... Ik heb er al een hele mooie foto van. Dus op zich is het de moeite waard om eens er verder omheen te lopen en te kijken wat het doet vanaf een andere kant. Maar ik zie al dat dit eigenlijk niet de betere kant is. Wat dan wel? Ja, we lopen gewoon even verder. Normaal is die boom dus echt een silhouet tegen de achtergrond. Maar als ik er zo omheen loop, is het wel leuk dat het licht dan meer vanaf de zijkant komt. En de boom wat meer dynamiek krijgt ook. Dus dat vind ik op zich wel leuk. En de lucht erachter is heel mooi zacht. In plaats van tegen de harde, felle zon in fotograferen het. Dus dat heeft op zich al wat als variatie. Waar ik hiervoor zat, zat de boom echt heel erg in de bomen erachter. Maar omdat hij nu die vorm krijgt vanwege die zon, komt hij ook nog een klein beetje los van de achtergrond op deze manier. Ja, al komt hij dus zo heel mooi los. Tenminste, komt dat licht zo mooi vanaf de zijkant. Vind ik het toch geen toevoeging. Dat ik die vorm van die boom gewoon zo mooi vind. Dus oké. Gaan we weer een stukje terug. Hier heb ik een beetje het goede van twee werelden. Maar echt lekker loskomen. Ja, doet hij niet meer. Dus ga ik toch terug naar mijn originele positie. Ja, dit is meer mijn originele idee. Maar daarbij is de boom echt een volledige silhouet alleen maar. En ik heb veel betere foto's ervan genomen. Dus dat ga ik even laten voor wat het is. Misschien dat deze boom hier achter me... De zon is daarachter nu wel... Oh nee. Het licht is die kant op heel erg mooi. Daar zo. Maar dan moet ik daar nog een compositie voor zien te vinden. En misschien moet ik ook weer niet te lang wachten, want dan heb ik helemaal niks. Nou, ik ben er niet super duper tevreden mee. Maar ik denk dat vanuit deze hoek ongeveer die boom het beste vorm krijgt. En de lucht erachter het mooiste is. Net even een klein beetje nog bewegen. Zo is het beter. Zo komt die boom. Er zit een mooie curve in de boom, zeg maar. En die komt er zo net even beter mee los. Even gauw de foto maken. Dan ga ik jullie echt laten zien. Je hebt hier in die boom dus deze tak lopen. Misschien moet ik hem even wat leeg maken zo. Deze tak lopen. En hoe verder ik naar links toe ga, als je het misschien zo kan zien, dan begint die tak precies samen te komen met die boom erachter. Maar als ik nu een paar stappen naar rechts doe, dan komt die net precies zo los. En dan is het ook even opletten hoe we hier zo uitkomen met alle blaadjes. Dat gaat op zich goed, maar een beetje lager komt dat nog net even iets lekkerder uit. En in dit geval neem ik hem horizontaal en wijs deze tak een beetje naar rechts toe. Dus vind ik dat die boom mooi links in beeld staat. Ik denk als die in het midden staat zo, dan is die wat saai. Ook met deze tak die er ligt, die wijst er een beetje naartoe. Die vraagt om wat ruimte daar aan die rechterkant. Dus krijgen we ongeveer zo de compositie. Oké, cool. Dat moet hem wel zijn ongeveer. Ik heb hem ook nog een klein beetje ruimer genomen. Zorg dat ik een klein beetje bij kan kroppen als dat nodig is. Maar op zich, zo heb ik een mooie eerste compositie toch gelukt. Nu het licht alweer begint te veranderen. Ik denk dat de mooiste kleuren al verdwenen zijn. Maar op zich zit er nog wel wat in de lucht. Dus we gaan weer rustig verder. En zal ik jullie deze foto, als het is geworden. Ik denk dat het wel moet lukken.
even laten zien. Leuk, deze boom heb ik nog nooit eerder gefotografeerd, dus top. Toch nog iets nieuws gefotografeerd. Niet de boom die ik had verwacht, maar een andere. Ik was een beetje bang dat die een beetje leeg zou zijn in het beeld, maar ik denk zo met die takken eromheen en zo op deze manier geplaatst en die lucht erachter, dat er nog wel moet worden. Maar zoals ik al zei, ik ben hier inmiddels zo vaak geweest. Ik moet eens op zoek naar nieuwe locaties, maar nee, daar is al, ik moet nog even iets filmen, dus ik ga maar gewoon naar deze locatie toe. Dus het wordt weer tijd als jullie nog tips hebben. Misschien moet ik het zo doen. Als je nog tips hebt op een uur, max anderhalf uur rijden van Delft ongeveer. Als je nog een mooie locatie hebt, laat het even weten. Hier beneden gaan we daar eens kijken of ik daar ook nog eens een vlog kan maken. Want het begint een beetje te veel van hetzelfde te worden, voor mijn gevoel. Nou hoop ik een beetje dat de lucht aan deze kant nog een beetje mooi de kleur gaat krijgen. Op zich komt het licht altijd bij zonsopkomst. Vanaf de zon komt de kleur over naar de andere kant. En s'avonds met zonsondergang begint de kleur aan de andere kant van de zonsondergang en gaat het er dan naartoe. Dus is kans dat het nog oplicht. Op zich zijn de lijnen wel heel mooi daar zo. Maar zoals ik zo vaak zeg, alleen een mooie kleur in de lucht is geen mooie foto. Er moet ook iets van de voorgrond in zitten. Er moet iets van een onderwerp zijn. En dat heb ik nu volledig niet. Ik wil dan toch iets hebben van een boom of heide of een goed pad naar een boom toe, wat dan ook. Iets om een onderwerp te geven om naar te kijken, anders dan alleen maar de lucht. Ik heb het wel eens geprobeerd, alleen maar lucht, maar eigenlijk werkt het nooit zo lekker als een losse foto. Oké, deze foto is een beetje meer het beste wat ik er nog van kan maken. Ik heb hier een boom gevonden en de lucht was net heel erg tof. Het begint inmiddels al weer minder te worden, maar het waren heel erg streaks, zeg maar lijnen in de lucht. En die komen dan zeg maar zo uit die boom zetten. De kleur is al een beetje weg. Het is al een beetje suf aan het worden. De voorgrond heeft ook niet echt lekker felle kleuren of iets dergelijks. Dus nou ja, het is een beetje het beste wat ik er nog van kan maken. Laten we het daar maar op houden. Ook in dit geval ga ik dus weer voor die boom linksonder. En in dit geval niet omdat die boom zo erg de vorm heeft, maar meer omdat die lijnen van de wolkje zo die andere kant op wijzen. Waardoor er een samenspel komt tussen die wolken en de boom. In ieder geval, dat is het idee. Ik twijfel dat ik misschien een zwart en wit ga doen, want de kleuren zijn nou niet echt heel erg spannend. Dus ja, nou ja, we gaan het wel merken. Ik sta niet op de meest beste plek, dus ik ga weer gauw verder. Dan gaan we eens lekker het bos in, denk ik. Eens kijken of dat we daar iets kunnen vinden, want hier is het licht sowieso al een beetje op. Nu ik weer verder loop, besef ik me eigenlijk dat de twee composities die ik heb gemaakt tot dusver eigenlijk bijna exact hetzelfde zijn. Telkens staat er een boom links in beeld en een grote open ruimte rechts in beeld. En dat zou je natuurlijk kunnen zien als een regel van derde foto, dat de compositieregel erachter is. Maar zo zie ik dat eigenlijk helemaal niet in dit geval. In dit geval waren de aanleidingen bij die boom zelf, dus die schuine tak waar ik het over had. En bij die tweede, die wolken. Dat waren aanleidingen om die boom linksonder te plaatsen. Niet zozeer omdat dat de regel van derde is. Maar omdat het voor deze foto, voor dit object, voor dit onderwerp in deze foto, nou eigenlijk de beste plek was om te staan. En natuurlijk helpt het wel een beetje dat het past met de regel van derde. Hè? Die regel van derde is niet voor niets een heel bekende regel. Ik heb er ooit een keer een video over gemaakt dat je niet te veel op moet richten. Eigenlijk gaat het om meer hoekpunten in je foto dan echt de derde zelf. En in dit geval ja, komt het gewoon goed uit.
gebruik dat idee, zet hem in een hoek, kijk naar welke kant je compositie je op je onderwerp opwijst en plaats hem dan op de goede plek in je foto. Was ik er bijna weer in getrapt. Op het moment dat het licht zo mooi is, de kleuren zo mooi zijn en het dan ophoudt, dan denk ik vaak van oké, nou het is klaar, laat maar, ik ga stoppen. Ik ga naar huis of ik ga iets anders doen of wat dan ook. Maar het kan zijn dat het daarna ook nog heel mooi is. Op dit moment komt het licht eigenlijk best wel mooi vanaf de zijkant zo over de heide gevallen. Met een aantal bomen die mooi het licht vangen. Dus misschien moet ik nog niet zo snel opgeven. En gewoon eerst nog even een extra rondje lopen om te kijken of ik hier nog iets mee kan. Dat gezegd hebbende valt de zon op dit moment mooi op de bomen in de achtergrond. Maar de bomen in de voorgrond zijn nog wat donkerder. Waardoor je oog gaat naar de boom in de achtergrond en niet naar hetgene wat het onderwerp zou gaan worden. Dus nou, daar moeten we nog even een oplossing voor vinden. Ik vind het heel mooi hoe al deze bomen eigenlijk allemaal naar rechts toe wijzen. Als een soort vormstudie is het best wel interessant, zeg maar. Alles dezelfde kant op wijst en daarmee een soort richting geeft aan je compositie. Het moeilijke is dat het 3D werkt, maar 2D eigenlijk helemaal plat wordt. Wat ik vaak doe is om even met één oog te kijken. Maakt het toch wat platter en dan valt zo'n boom opeens helemaal weg tegen de achtergrond. In plaats van dat hij in 3D loskomt. En fade in. Ik zat nog heel erg in die hectiek van deze ochtend. Snel een foto willen maken, snel compositie vinden, snel, snel, snel. Terwijl dat eigenlijk niet meer nodig is. En het me eigenlijk maar in een staat zet waarvan ik vind dat ik snel iets moet doen, snel iets moet vinden. Terwijl ik dan vaak niet tot de mooiste composities kom. Ik heb even een moment genomen, thee gedronken. Daar een paar boompjes gezien waar we misschien nog iets mee kunnen. Maar even uit die drukte. Ik ben hier om tot rust te komen ook. Niet om te racen. Oké. We zijn er weer. Ik ga eens even een 70-200 erbij pakken. En laat die nou eigenlijk net te kort zijn. Ik kom er steeds vaker, loopt er steeds vaker tegenaan dat 200 mm gewoon niet altijd voldoende is. En dat ik eigenlijk 300 wil hebben. In dit geval, ik zal even een voorbeeldfotootje nemen als dat wil lukken. Ik heb hier een aantal bomen staan die ik misschien iets verder ingezoomd zou willen hebben op de foto. Nu krijg ik nog rechts een boompje. Goed, ik kan een paar stappen naar links zetten natuurlijk. Maar dan nog zijn ze wat leeg. Ja, op zich komen de bomen mooi los hier van elkaar. Maar zie je ook in de voorgrond dat stukje dode bomen. Dat eigenlijk een beetje in de weg zit. Dus nee. Ook dit wordt hem niet. Maar ik heb in ieder geval mijn rust weer teruggevonden. Misschien dat het vanaf deze hoek beter werkt. Bij workshops hier in de Loonse Drunense Duinen die ik geef. Gaat eigenlijk altijd heel erg, lenskapje, over hoeveel bewegen, hoeveel verschil bewegen kan maken. Ik ben 50 meter verder gelopen ongeveer. En de compositie is al zo veranderd. De boom aan de rechterkant komt los. Te veel eigenlijk. En dat ding in de voorgrond zit nu helemaal rechts in beeld in plaats van in het midden. De compositie verandert, maar er wordt niet altijd beter ervan. Lukt niet. Lukt niet om met deze condities een compositie te vinden. Ik heb echt dat licht, die kleur nodig hier zo op de Loonse Drunense Duinen om. Het is niet alleen hier natuurlijk om een mooie compositie te vinden. In Nederland, voor mijn gevoel, is de lucht heel erg belangrijk. Omdat alles zo plat is, hebben we heel veel lucht. En moet die lucht ook een belangrijke rol spelen in je compositie. Daarom zijn we misschien ook zo gek op van die ochtendfoto's met mooie kleuren en zo. En kunnen we eigenlijk niet zoveel op het midden van de dag. Maar eigenlijk op dit moment. Weet je wat? Ja, weet je wat? Laat het hier gewoon bij. Ik denk dat dit eigenlijk gewoon de ochtend is geweest. Ik had het net over niet opgeven als de kleuren voorbij zijn. Maar soms is dat toch gewoon de beste optie. Voordat we eruit gaan. Ik had net al de outro gefilmd. Die ga ik zo meteen nog wel laten zien. Die maakt dus misschien niet meer logisch. Maar goed, gaat even niet op. Draaide ik me om en zag ik toch nog een compositie.
Maar ook hier weer is hetzelfde als net met die bomen. Waar je staat is heel belangrijk. Er zijn in ieder geval 3 bomen de verte in die vanaf de zijkant het licht vangen, waardoor ze loskomen van de donkere bomen in de achtergrond. Maar de 2 linkerbomen staan heel erg dicht bij elkaar. Dus als ik hem vanaf hier neem, staan die 2 linkerbomen heel dicht bij elkaar, maar staat die rechterboom, ja, daar is weer heel erg ver vanaf. Maar hoe ver ik naar rechts kom, dan gaat die rechterboom wel verder naar het midden toe. Maar dan komen die 2 achterste bomen elkaar tegen. Dan gaan ze elkaar overlappen. En dat wil ik nou net ook weer niet. Dan kom je dus uit op een van de standaard dilemma's van de landschapsfotograaf. Je wil eigenlijk dat die boom net even verder naar links staat. Dat die waterval net even de andere kant op gaat of iets dergelijks. Maar ja, die invloed hebben we niet. Het is hoe het is. Soms kan je een takje een beetje weghalen. Maar een hele boom verplaatsen gaat hem nooit worden natuurlijk. En dus maak ik er maar het beste van zoals het is. In dit geval heb ik toch liever die ene boom los, denk ik, aan de rechterkant. Dan dat die 2 aan de linkerkant elkaar overlappen. Het is namelijk heel erg licht in de achtergrond, waardoor ik eigenlijk wil bracketen. Maar dan zit ik ook weer met dat het... Wacht eens even. Ik heb een graduele filter. Want zoals ik zei, is de lucht heel erg overbelicht. En de voorgrond best wel donker. Waardoor ik geen goed panorama kan maken. Maar daar hebben we natuurlijk graduele filters voor. Vooral in dit geval is er best wel een harde lijn. De lucht eindigt eigenlijk op een bomenrij. Waardoor best wel een graduele filter misschien wel zou kunnen werken. Eens even kijken. Dan heb ik een soft grad filter. Zou ik eigenlijk een medium of een hard edge moeten hebben. Dus vrees ik dat we toch gewoon hiermee moeten doen. Laten we maar gewoon nemen. En dan ga ik wel merken of dat handig is of niet zo. Ja, word ik nou hier nou heel blij van? Nee, wat ik net in het begin zei. Dat gat tussen die rechterboom en die linkerboom is heel erg groot. En er gebeurt eigenlijk te weinig in het midden om het interessant te maken. Dus laat ik er toch nog eentje maken waar ze overlappen in de hoop dat dat misschien beter is. Maar dit wordt hem niet. En ook rechts komt er net weer een boom in beeld steken. Oké, dit is een nieuwe plek en dat is al beter. Maar ik heb nog wel iets heel belangrijks moeten oefenen en dat is geduld. Daarnet zat de zon net achter een dun wolkje. Waardoor eigenlijk die bomen niet meer loskwamen. Maar nu... Even 2 minuten gewacht, de zon komt weer los, de bomen komen weer los. Het ziet er allemaal weer een heel stuk beter uit. Ik heb mijn ISO iets omhoog geschroefd omdat het best wel winderig is. Hoor je misschien ook wel. Maar daar heb ik een iets kortere sluitertijd. En ik hoop dat het gewoon lukt met binnen 1 belichting. Dat is het woord dat ik zocht. Je ziet, ze mijn graduele filter er best wel heel ver voor. Omdat het een soft grad is en het eigenlijk niet zo werkt als ik hem hoger doe. Misschien even zo proberen. Nou goed, ik probeer nog even 3 dingen. En dan uiteindelijk deze laatste foto en dan het uiteinde wat ik hiervoor heb gefilmd. Wat eigenlijk niet logisch is met wat ik nu doe waarschijnlijk. Maar goed, dat merk ik vanzelf wel. Ik denk dat dit eigenlijk gewoon de ochtend is geweest. Ik had het net over niet opgeven als de kleuren voorbij zijn. Maar soms is dat toch gewoon de beste optie. Hoe graag ik het ook niet wil en graag nog verder wil. Ik kom gewoon niet op een mooie compositie op dit moment. Je kan nog heel veel verder lopen. Ga ik waarschijnlijk zelf ook wel doen, maar daar ga ik jullie even niet meer in meenemen. Dat was hem voor vandaag. Weer de Loonse Drunensduinen. Als je nog, dus nog een goede locatie hebt. Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland. Laat het me even weten. In Zuid-Holland vind ik het sowieso moeilijk. Er zijn mooie molens her en der. Maar echt landschappen. Het is veel plat. Goed. Als je nog iets hebt, laat het me even weten. Hier beneden in de comments in ieder geval. Ik ga lekker tot rust komen.
Even nog rustig uitlopen. Nou, uitlopen nog een beetje verder. Kijken of ik nog iets kan vinden. Als ik nog iets heb, laat ik het je zien. En anders kun je altijd nog mijn Instagram checken. Zijn de komende tijd even geen workshops, omdat ik weer in Roemenië ben. Maar wil je nog een printje, kan je nog altijd naar de website toe. En anders kun je altijd nog abonneren of je inschrijven voor de nieuwsbrief. Als je op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws. Dat was het. Foto's op Instagram en Facebook. En ik zie jullie graag volgende week weer bij een nieuwe vlog. Aju. Thank you.